20% van de jongeren gebruikt drugs waar hun ouders niet vermoedend bij zitten. Dat blijkt uit een onderzoek van BNN. Dat betekent dat 1 op de 5 van de jongeren bij paps en mams op de bank stapt, drugs gebruikt en denkt dat hun ouders niets doorhebben. Apenstoont, roze kijkend van de ecstasy of spacer aan de paddo's. Je ouders moeten dit toch wel doorhebben. Dus voor deze speciale gelegenheid neem ik de proef op de som. En ik heb mijn schoonouders uitgenodigd voor een dinertje. En ik slik dan ondertussen een ecstasypil. En dat filmen we allemaal met verborgen camera's. Ze zijn er zelf in een half uur, mijn schoonouders, dus ik ga mijn pilletje slikken. Ik voel me nu al wel schuldig. En mijn schoonouders komen eraan en ik voel me nu al pretty, pretty high. Dat is niet normaal hoor. Binnen zit mijn schoonzusje en mijn vriend. En hier kun je alles zien wat er gebeurt in huis. Er zit een soort van mijn biechtkamertje waar ik dit soort belachelijke verhalen ga vertellen zometeen. Tot zo. Zo, mijn ogen zijn terug. Ja. Merk je nou dat je binnenkomt? Hey. Hallo. Hallo. Wat gezellig. Ben ik niet meer? Nee. Ik heb voor je meegenomen. Wij zijn in een tijd geboren dat er zo ongelooflijk veel ontwikkeling is gebeurd in die tijd. Ja. En dat hebben wij eigenlijk allemaal meegemaakt. Ja. Dat hebben wij. Dat zijn de jongens eigenlijk. Zo hard. Ik kijk niet eens normaal meer aan mijn ogen. En ik ben heel stil, ik durf niks te zeggen. Oh, ik voel me vreselijk. Ik zie allemaal schitteringen. Omdat ik bijna van mijn stoel stuiter, sta ik op en pak ik mijn gitaar. Ik vergeet even dat ik helemaal niet kan spelen. Gaan we dansen, Mieke? Ja! Woe! Kom op, Mieke! Ik weet niet of ik heel gek doe. Ik voel me wel gek. Is dit het zo? Dus papa vertelt er nog eens even. Oh. Het gaat hartstikke goed. Hallo. Everybody happy? Yay. Wat is er? Ben je op deze? Nou. Beetje. Nee, toch? Ben ik afwezig? Ja, een beetje. Ik kan wezen dat je iets in je zin ergens mee bezig bent. Kijk ik nog wel eens buiten slik of niet? Of nee? Nou, nee. Niet. Oh, wat jammer. Waar ik heel veel moeite mee heb, is mensen die zangers of artiesten of wat dan ook, wat je dan ziet op tv een keer in een programma is en die onder de druk zitten. Ja. Daar heb je het mee. Ja. Dat vind ik verschrikkelijk. Op tv? Ja. Ook niet alleen op tv. Ja. Dat, met die mensen wat hij daar allemaal zegt, is net zo iemand als iemand die dronken is. Ja. Die blaapt er van allerlei onzin uit. Is dat wel niks, niks van, helemaal nee. Niks. Maar zou je het zelf eens proberen dan, puur uit die nieuwsgierigheid? Ik ben hier nieuwsgierig aan haar. Mannen, wel. Nee, ik niet. Oh, Mieke, we gaan zo een keertje keihard aan de drugs. Uit ons eigen BNN-internetonderzoek blijkt dat 20% van de jongeren wel eens drugs gebruikt waar hun ouders niets vermoedend bij zitten. Mijn schoonouders hadden dus niet door dat ik tijdens hun bezoek onder invloed was van een ecstasypil. Bij hun vertrek wordt het tijd om ze de waarheid te vertellen en te vragen of ze nu werkelijk niets door hadden. Ah, oh, Nicolette! Jullie schoondochter aan de pillen! Ja, en nog erger, de schoonouders voor de gekouders. Ja! Nog veel erger. En jij hebt ons dat niet verteld, hè? Oh! Hadden jullie het door of niet? Nee. Net, wat wij wel gezegd hebben is dat jij wel druk was. Druk was. En dat je zo in de weer was. En toen je weer terugkwam van het sigaretten, zei je, waar ben je mee bezig? Waar ben je druk? Ja. Weet je nog? Ben je... Ja. Toch? Dat hebben we wel verteld. Ik ben blij dat het eruit is. Nou... Oh nee! Ja, hartstikke lief ding, ik heb nog steeds een heel liefdegevoel. Gevoel.
Ja. En ze mag er al nog steeds over de vloer komen. Die relatie is nog goed. En maar haar vriend wist het wel of niet? Ja, die wist het wel. Oh, die wist het wel? Ja.